Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer tijd voor de najaarskermis in Breda. Vorige keer ben ik naar de kermis in Prinsenbeek geweest en dat was zo'n succes dat ik zoiets had van deze moet ik ook gewoon meepakken. Dus we gaan kijken hoe de sfeer hier vandaag is en of ik misschien weer wat leuke attracties mee kan pakken. Let's go! Wat vinden jullie van de kermis? Ja, heel gaaf. Het is super leuk en heel gezellig met z'n allen. Ja, en wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Je kan alles winnen. Ben je al ergens in geweest? Ja, in de bank daar. In welke? In de bank. Oké, en als jullie nou één attractie zouden aanraden aan mij waar ik echt in moet, welke is dat dan? Chaos. En waar is die en wat is het? Daar. En hij gaat zeg maar helemaal zo en bijna over de kop. Moet ik dat niet overgeven of wel? Nee. En is die niet te duur? We gaan naar de chaos. We mogen dus gratis in het spookhuis. Dus we gaan even kijken of het leuk is. Maar ik denk dat ik hier wat tegen kan. Dus kom. Gaan jullie in het spookhuis? Ja. Zijn jullie niet bang? Nee. Want ik vind het best wel een beetje spannend. Hebben jullie tips voor mij hoe ik het beste erin kan gaan? Nou, ik kan best gewoon stil blijven. En ja, gewoon dat doen. Mag je ook gillen of is dat een beetje, is dat niet stoer? Mag wel, maar. Maar dat zou ik niet doen. Shit. Wow. I know. Awesome, man. Oh, ik weet nog, als ik vroeger naar de kermis ging met mijn vrienden. Ging wel altijd een beetje waar je bot zou, een beetje kijken naar meisjes en zo. Is dat nog steeds zo? Ja, wel een beetje, Dus je kan nog steeds, als je een meisje zoekt, naar de bot zou gaan? Ja, kan wel. Heb je zelf al een meisje? Nee. Ben je op zoek? Misschien. En hebben jullie ook al een vriendje? Nee. Zij had een vriendje. Nee. Wat is er gebeurd? Uit. Hoezo? Ik weet het. Nou, vertel maar. Mag ik dat vertellen? Hij vond het te lang duren. Ja. Maar wat vond hij te lang duren dan? We hadden al meer dan een jaar. Een jaar? Zo. Wat, hoe oud zijn jullie dan? Ik ben nu 12. Had je nooit zoiets van, ik wil gewoon genieten met mijn vriendinnen, theetje drinken en zo? Vind je niet jammer dat je overal voor moet betalen? Ja. Het is wel een beetje duur. Ja. En hoe betalen jullie dat? Krijg je geld van je ouders of moet je het zelf betalen? Zelf.